Dus ja, dat is wel een nadeeltje. Dat je niet met een soort van enorme, stijve Tarzan lekker te werk kan gaan. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over seks met drugs. Ik heb geen seks met drugs op, want ik heb geen zin in seks als ik drugs op heb. Ik heb in alles zin, behalve in seks. Ja, het ligt aan welke drugs natuurlijk, maar over het algemeen wel nice. Nou, het is denk ik wel chill dat je zo'n intens gevoel hebt, maar het resultaat, dat is ver te zoeken. Alcohol en drugs beïnvloeden je zintuiglijke waarneming. Daardoor kan het prettiger en extra lekker aanvoelen, maar het kan ook zorgen dat je pijnprikkels wegneemt. En daarbij kun je dus bij een flinke vrijpartij iemand ook pijn of schade doen. Zonder dat hij het door heeft. Nou, ik moet gewoon denken aan dat wij een huisje hadden gehuurd met oud en nieuw. En wij deden met z'n tweeën een pilletje, ik en mijn ex. En op een gegeven moment deden we gewoon de kleren uit. En ik had een slappe piemel, ik had een drugspiemel. Aan de LSD en toen op een festival in een tent op een helling. En het voelde gewoon echt alsof ik, ja, ik weet niet, een soort van die helling aan het afglijden was. En ondertussen kwam er iemand in me en... Maar ze vond het wel heel fijn om daar gewoon aan te zitten en aan te likken, weet je wel. Dat vond ze gewoon fijn. En ik vond het ook weer heel fijn om dat ook weer bij haar te doen. Dus die intimiteit was heel bijzonder en heel geil. Want ook diegene zijn piemel voelde... Op een gegeven moment had ik het idee dat dat een draak was. Nou, ik heb eigenlijk best wel vaak seks gehad met vrienden op drugs eigenlijk. Omdat we dan aan het feesten waren met elkaar en... We gewoon zo gezellig met elkaar waren dat dan op een gegeven moment kleding uitging. Ik heb één keer gehad, toen was ik echt tering dronken. Toen had ik een meisje via Tinder een keer mee gesproken en toen kwam ik haar tegen. En toen, de volgende dag werd ik wakker. En toen blijkbaar hebben we seks gehad, maar ik dacht van niet. En zij zei van wel. En toen kreeg ik een beetje zo'n wisselwerking van, dat zij zei, ja, we hebben wel seks gehad. Ik zei, nee, we hebben geen seks gehad. En dat ik ook later dacht van, ja, nou ja, het zal dan misschien wel. Maar dat ik ook misschien dacht, ja, misschien heeft zij mij wel gewoon aangerand of zo. Als door het gebruik van drugs je grenzen vervagen, dan kun je je bedenken dat je op het moment dat je onder invloed bent, daar ook niet meer helemaal goed over na kunt denken en niet meer zo goed weet, misschien wel zelfs, waar die grenzen precies liggen. Dus een belangrijke tip om dat van tevoren echt goed voor jezelf te bedenken en het liefst te bespreken met je partner of misschien met je vrienden waarmee je uitgaat. Van ja, weet je, wat wil ik wel, wat wil ik niet, waar ligt mijn grens en hoe ga ik die straks aangeven? En dat je ook als vrienden elkaar toch even checkt bij elkaar als je denkt van hey, die is wel aan het flirten of daar gebeurt iets meer, ja, is dat wel oké? Okay? Ja, het is natuurlijk sowieso handig om gewoon niet helemaal van de aardbol te zijn. Maar ja, dat is gewoon standaard. Dus ja, zorg er gewoon voor dat je niet te veel gebruikt. Zodat je dus wel nog gewoon redelijk oké blijft. En dan geef je waarschijnlijk ook wel gewoon goed genoeg je grenzen aan. Ik denk dat je van tevoren gewoon voor jezelf heel duidelijk moet hebben wat je grenzen zijn. En ook tegen jezelf moet zeggen, hey, daar gaan we niet overheen. Zeg maar, de ene keer ben ik veel makkelijker misschien met drugs op. Maar ik heb ook best wel vaak juist dat als ik drugs heb gebruikt dat ik... zo erg in mijn eigen hoofd zit of zo erg in mijn eigen vibe, dat ik helemaal niet met andere mensen wil. En dan heb ik juist ook geen moeite om mijn grenzen te bewaken. En zorg er dus ook voor dat je bijvoorbeeld met mensen bent die je vertrouwt, weet je. Als je met mensen bent waarvan je al het idee hebt van oeh, hij is misschien niet helemaal te vertrouwen en hij zit een beetje om me te azen. Ja, dan moet je zelf ook niet ervoor kiezen om aan de GHB te gaan, hè? Ik zeg maar wat. Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die worden gedrogeerd door GHB en zo en zulke dingen. Dat is wel heel heftig. En daar kan je vrij weinig aan doen op dat moment, want dat overkomt jou gewoon. Dus probeer nooit je drankje alleen te laten met zulke dingen. Houd hem altijd bij je. Dus zorg ervoor dat je in een veilige setting zit en dat je heel duidelijk weet wat je eigen grenzen zijn. En ga daar dan gewoon niet overheen. Door het gebruik van drugs en alcohol kunnen grenzen soms vervagen. Maar dat betekent niet dat je daar zomaar overheen kan gaan. Seks onder dwang met geweld is altijd strafbaar. Ook als je drugs of alcohol hebt gebruikt. Je bent namelijk verantwoordelijk voor het gedrag dat je vertoont als je drugs of alcohol gebruikt. Je kan dan niet zomaar wijzen naar ik ben over zijn of haar grenzen ingegaan, want ik had te veel drugs gebruikt. Dat gaat bij een rechtbank echt niet werken. Ja, dat je niet weet
of je het nuchter ook zou doen. Ja, seks hebben met drugs op is gewoon... Tuurlijk is dat intenser en prikkelt het meer. Maar het is ook gewoon heel belangrijk om seks te hebben wanneer je nuchter bent. Want dat is de staat waarin je hopelijk het meeste gewoon verkeert. Waarin je gewoon goed functioneert. Misschien moet je gewoon zorgen dat je nooit seks hebt met drugs op... met iemand met wie je nog nooit eerder seks hebt gehad. Zeg maar, als je sowieso seks met diegene hebt, dan kan je het ook wel doen met drugs. Maar eigenlijk moet je niet voor de eerste keer met iemand seks hebben met drugs op, denk ik. Anders ga je waarschijnlijk spijt krijgen. Seks onder invloed van drugs kan dus heel fijn zijn, heel intens zijn. Kan er net weer even een andere ervaring zijn. Maar het is belangrijk om ook nog steeds van nuchtere seks te kunnen blijven genieten. Want het risico bestaat dat als je altijd alleen maar seks hebt als je onder invloed bent. En dat kan ook simpelweg gewoon alcohol zijn. Dat je alleen na een paar glazen alcohol weer vrij en los genoeg voelt om van seks te genieten. Dan kan dat ook weer erin sluipen. En dan kan het bijna een soort van verslaving zijn aan seks onder invloed van alcohol of andere drugs. Zorg dat je ook nog vaak genoeg seks hebt terwijl je helemaal nuchter bent. Zodat je daar ook nog van kan blijven genieten. De drugspik is natuurlijk een bekend fenomeen. Je krijgt hem niet omhoog, hij blijft slap. Ook al ben je steengel en wil je ergens naar binnen. Dat is vaak een hele opgave en vaak niet te doen. Dus ja, dat is wel een nadeeltje. Dat je niet met een soort van enorme stijve Tarzan lekker te werk kan gaan. In ieder geval ik niet. En als ik cocaïne op heb, dan is die echt ver te zoeken. Dan lijkt het wel alsof die naar binnen gaat. Als het daarentegen uitwerkt, dan lukt het mij vaak wel om hem een beetje omhoog te krijgen. Wel gebeurt het dan wel eens dat als ik dan bezig ben, dat dan mijn bloed en dus ook weer die ecstasy helemaal begint te stromen. Dus dan komt dat gevoel ook weer een beetje terug en dan wordt hij gewoon weer slap. Dus altijd gewoon een beetje kijken, ja, lukt het wel, lukt het niet en vaak lukt het niet. Hoe drugs tijdens seks bij iemand werken is eigenlijk moeilijk te voorspellen. Bij Viagra kan je meestal wel zeggen dat je een erectie krijgt. Maar hoe je het verder ervaart, het kan zijn dat je geen erectie krijgt. Het kan zijn dat je als meisje niet nat wordt. Het kan zijn dat je een erectie krijgt, maar dat het uren kan duren voordat je klaarkomt. Dat valt van tevoren niet te bepalen. Stel nou dat je na een wilde nacht over iemands grenzen heen bent gegaan, kan diegene aangifte tegen jou doen. Je wordt dan bijvoorbeeld uitgenodigd voor een verhoor bij het politiebureau. Je kan dan wel een advocaat inschakelen, dus dat is handig. En dan kan er een heel traject worden opgestart. Het kan zijn dat je wordt vervolgd door de officier van justitie. Het kan zelfs zijn ook dat je voor een rechter moet verschijnen.